tweede verdiep. En daar gaan we eens kijken hoe de kamer eruit ziet. Het is wel een heel mooie lift. Met die hondjes op. En hier staan we dan in de lift. Zo, we zijn op het tweede verdiep. Zo. We moeten naar 213. En dat staat daar. We zijn zeer goed met communicatie. Ik dacht, ik is terug. Het is nog 113. Ik dacht, we hebben het ergens voor. Dan maar terug, hè. Het is altijd een beetje zoeken natuurlijk hoe we moeten inchecken. Zo, tot er. Zo, hier hebben we de kamer. Ik zit even zo leggen. Zien leggen. Dit is de kamer. Ik zal bagage nemen. Een rondleiding geven. Dus dit is de kamer waar we gaan slapen. Een heel mooi uitzicht. Dit is het uitzicht dat we van buiten zien. Eigenlijk prachtig, prachtig, prachtig. We kijken eigenlijk de kerktoren. Wel heel mooi. Deze kamer. Dit is de kast waar we alles kunnen zetten. En dan hebben we hier de toilet en de douche. En het licht moet hier weg zijn, maar dat weet ik niet. Ik denk dat we de kaart nog moeten insteken om dat echt licht te hebben. Dat moeten we nog doen. Dus die gaan we even insteken, zodat we licht hebben natuurlijk. Hè. Dus hier hebben we zo licht lekker om. Nee, we moeten de kaart nog insteken. Dus dat gaan we even doen. Na heel veel sukkelen en gedoe hebben we het licht gevonden. Dit is de douche waar we kunnen lekker kunnen douchen. En dit is wat de badkamer. Dus je hebt altijd wel handdoeken en zo. Wel super mooi en goed. Prachtig. Dus hier was de schakelaar. Dus voilà. Dan heb je er een beetje een rondleiding in mijn. We blijven tot de maandag. We zijn hier nu op de stand van Radio 2 en ik lig hier in een hangmat. Het is wel heel leuk om in een hangmat te liggen, om te genieten van de hangmat. Dus, en dit is ons uitzicht momenteel, dat we zien. Dus, we zijn ook al op de televisie geweest. Gespot, dat kun je toch niet mee. We zijn gewoon gespot bij Radio 2. Ik heb dus ons handtekeningkaartje van Bolstar. Zo net gepost bij Radio 2 en dan gaan we wel zien of dit op Facebook en Instagram zien passeren. Dus ik hoop natuurlijk van wel, maar we zien het natuurlijk altijd wel, want je weet het natuurlijk heel voorhand. Zo, we hebben de boei gevonden. Die is van mij. Wandelen wij momenteel. Dus ik ga het even op de andere kant laten zien. Dit is de andere kant. Nu kun je het wel een beetje zien waar we wandelen. We moeten
is echt wel heel mooi. Ik ben eventjes te staan. Ik laat het staan hier letterlijk in mijn voeten. Ja, ik ben net in het water, wou ik zeggen. Maar daar waren het water. En je ziet dus echt iets heel... Dus we zitten te wachten op het meeting hoor. En ja, het is heel kei druk. Maar hoe verder dan dit kunnen we niet staan. Dus, want dan zien we niet, maar het is wel heel druk. Kijk, voor ons is het echt super druk. Momenteel. Dus we hebben ervoor gekozen om hier even te zitten en om toch een glimlach te delen met meeting. Dus we hopen dat het lukt. Meer kunnen we natuurlijk niet doen dan te hopen. Dat we toch een beetje kunnen zien van het opreden kunnen genieten. Dus het was een heel leuk concert. Het was echt wel luid mee gillen en zo. Maar ik kon het niet filmen. Want ja, dan hebben we weer een probleem met YouTube. Maar ik heb al mijn oma laten meegenieten van de leuke muziek van Meteor. Want ze is een hele grote fan. En nu gaan we even naar de winkelstraat. En het gaat heel druk zijn, denk ik. Dat die mensen ergens geraken. En straks gaan we kijken of we ergens hier kunnen eten. Ik heb nog een opgave, maar ja... We weten wel een paar dingetjes wat we kunnen eten, dus het probleem niet. Maar het zal ook wel overal druk zijn momenteel. Dus Meteor kon van geen foto maken, want hij moest naar Middelkerken. Dus ik begrijp dat heel goed. Die mensen kan dat niet aan doen, want hij maakt eigenlijk altijd tijd. Dus we zijn wel met op de foto gaan met zijn zuster. Dat is eigenlijk wel positief. Dus we gaan nu eerst eens kijken de winkelstraat. En daar gaat het super druk zijn. Dus we hebben het eten besteld hier. Dus wel lekker. Dus prima. Echt lekker. Lekker. Ik heb ook even de tafel afgeruimd. Dat is altijd heel beleefd natuurlijk, want heel veel mensen hadden dat niet gedaan. En hier hebben ze wat braderijen. Dus ik heb wat braderijen en zo. Dus hier wat druk. En we gaan eerst naar het hotel. Want we gaan daar eens vragen of ze dat kunnen wisselen. Omdat het is heel moeilijk om met 50 euro te betalen. Dus dan gaan we eerst eens vragen en zien wat dat kan. Dus dan gaan we nog een beetje wandelen. En dan de vlog herten. Dat moeten we ook nog doen. Hier staan af en toe zo'n raampjes en zo te zien. Dus ja, we lopen echt zo in de winkelstraat. Dus dat is echt wel leuk. Het is hier, het is hier zo terrasjes, zo aan braderij, als ik weet. Dat het noemde, braderij is hier. En dat is wel mooi eigenlijk dat dat hier is. Maar we gaan eerst naar het hotel. En daar gaan we eventjes alles pakken wat we moeten hebben. En dan gaan we ook al eens kijken waar we morgen moeten staan voor zomerrit. Dus we hebben heel veel te doen. Die dag tegen het einde van de week zin hebben we wat beluid, denk ik. Ik heb ook al een paar fans gezien, nog niet heel veel, maar ja, het is wel leuk. Dus ziet je mij, spreek me zeker aan, geen enkel probleem. Dus dus we zijn nu aan het wandelen aan de kust, ook wel aan het water. Het water valt eigenlijk nog heel goed mee, ondanks dat het dus heel warm was. Valt het op zich wel mee. En hier heb je ze. De zeemeeuwen. Zie je ze hier bewegen en doen. Dus, weg zijn ze. Die houden op van de kustlijnen. Even blijven staan, hè.
Niet te leuk of vind, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.